De in 2018 door het parlement aangenomen in januari 2019 afgekondigde wet rij- en voertuigenbelasting wordt onder de loep genomen. Hiertoe heeft president Chandrika Prasad Santokhi op dinsdag 13 oktober 2020 de presidentiële werkgroep aanpassing wet-evaluatie rij- en voertuigenbelasting geïnstalleerd. Deze commissie zal het proces van evaluatie en herziening van de wet opstarten en waar nodig aanpassingen plegen. De commissie wordt geleid door Mohamed Shiraz Boudou. Er is een wet goedgekeurd in het parlement in 2018 met als doel de burger te belasten met motor, voertuig en rijtuigbelasting. Er is heel debat geweest in het parlement omtrent de legaliteit, omtrent ook het institutioneel kader, maar ook omtrent het beleid. Dat als je wetten maakt, dat het goede wetten moeten zijn, dat die wetten normen moeten bevatten die gedragen worden in de samenleving. Dat je met een stukje overtuiging komt in het parlement om het parlement uit te leggen waarom de wet nodig is. En daarna zijn er wat protesten geweest, als ik me niet vergis, zelfs rechtszaak geweest. De wet is een zeer omstreden wet. Toen waren we in de oppositie en we hebben toen tegengestemd. Het is omstreden omdat, zoals ik eerder zei, tegenstrijdige bepalingen zijn. Er zijn wettelijke onvolkomenheden. Je weet niet hoe die handhaving eruit moet zien, hoe die naleving eruit moet zien. Het institutioneel kader is nog onduidelijk. Maar dan nog hebben heel wat goede burgers die zich rechtsstatelijk wilden opbouwen, law-abiding citizen, die hebben betaald. En er is enorm veel geld betaald door de burgerij op basis van deze wet. Een bedrag van bijkans 52 miljoen SRD is binnengehaald omdat heel wat burgers geen problemen willen met de overheid en liever kiezen aan de kant van laat mij maar toch gaan betalen omdat ik geen problemen wil. En ik wil geen problemen met de politie, ik wil geen problemen met de controle. Dus zo hebben heel wat mensen betaald. Heel wat mensen hebben niet betaald. Er is een hele actie geweest in de samenleving om niet te betalen. En inderdaad hebben heel wat mensen niet betaald. Uiteindelijk zag de vorige regering het ook dat zo niet kon. Dat de wet onvoldoende bepalingen bevatte voor een effectieve handhaving. Dus had de regering de wet zelf opgeschort. Vervolgens had de vorige regering een werkgroep samengesteld om naar die wet te kijken. En er is een rapport samengesteld, namelijk voor de herziening van de wet rij- en voertuigenbelasting. Dus er is heel wat werk al verzet. Wat wij als regering willen, is deze wet weer rechtsstatelijk laten zijn, conform wet en recht. Deze wet uitvoerbaar laten zijn. Dus duidelijkheid met betrekking tot die handhaving, het institutioneel kader en de naleving ervan, de controle, toezicht. Welke zijn de autoriteiten die dat moeten doen? Is belasting. Wie moet dat handhaven? Is de belastingdienst? Is de belastinginspecteur? Hoe moet dat de politie doen? Dat is allemaal wat jullie nader moeten gaan onderzoeken. Heel wat zaken zijn al uitgewerkt. En zo snel mogelijk, als het kan binnen een maand, maar jullie hebben een uiterlijke tijd van 3 maanden, maar als het aan mij ligt, laat binnen een maand duidelijk zijn dat we deze wet weer operationeel moeten maken door het terug te brengen naar het parlement en die correcties te laten plegen. Vast te stellen dat de rekening van 13 oktober 2020 een presidentiële werkgroep aanpassing wet rij- en voertuigenbelasting wordt ingesteld voor de duur van 3 maanden. A. De volgende functionarissen zitting hebben in deze presidentiële werkgroep. De heer Shiraz Boudou namens het kabinet van de president als lid tevens voorzitter. Mevrouw Reuti Sitaram namens het kabinet van de president van de Republiek Suriname als lid tevens secretaris. De heer Harish Manarat namens het kabinet van de vicepresident van de Republiek Suriname als lid.
De heer Julio Amatumar namens het ministerie van Financiën als lid. Mevrouw Dusty Santoki Kariodrana namens het ministerie van Justitie als lid. Meneer Boudou, u bent voorzitter van de werkgroep Wet, herziening van de wet rij- en voertuigenbelasting. Nou, kent u de wet van 2018? Ja, ik denk dat elke burger ook min of meer de inhoud van die wet kent. Grotendeels komt het erop neer dat elke gebruiker van de openbare weg onderhevig is aan een belasting, namelijk rij- en voertuigenbelasting, die volgens bepaalde categorieën was berekend in 2018 en waarvan er heel veel commotie en hilariteit is ontstaan in de samenleving, omdat grote delen van de samenleving het niet eens waren met de wijze van heffing en de hoogte van de heffing van de belasting. Nou, waaraan zal deze groep als eerst gaan werken? Dus laat mij zeggen dat in augustus 2018 de wet rij- en voertuigenbelasting goedgekeurd is door de Nationale Assemblée. Daar is het dus allemaal begonnen. En vanaf 15 november 2018 dan kon iedere burger, of althans iedere weggebruiker die in het bezit is van een rij- of een voertuig dat zich op de openbare weg bevindt, zich kunnen rekenen tot belastingplichtigen. De implementatie van de wet rij- en voertuigenbelasting is niet vlot verlopen. Dat is met heel veel slag en stoot gegaan. De samenleving is behoorlijk in beroering gekomen. Heel veel weerstand, heel veel petities. En dat heeft ertoe geleid dat er verschillende interpretatieverschillen ook zijn ontstaan met betrekking tot de toepassing van de wet. En vandaar dat deze regering besloten heeft om deze wet te herzien en om te kijken waar er reparaties moeten plaatsvinden om deze wet nog effectief te kunnen toepassen, zodanig dat burgers zich kunnen houden aan de wet, want het is een wet waaraan burgers zich dienen te houden. Maar het heeft dus zoveel ogen en haken en het is zo aan herziening toe dat deze regering een werkgroep vandaag heeft geïnstalleerd onder mijn leiding, aangevuld met nog 4 andere leden, die dus samen de handen in elkaar gaan slaan om te kijken naar alle reparaties, alle revisies die deze wet nodig moet ondergaan. Daar is een termijn van 3 maanden voor uitgerekend. En ik denk dat het team dat ik heb, samen met hun, ik zeker in zal slagen om gepaste herzieningen voor te stellen aan de president, aan de regering, die dan verder met de technische commissies zal kijken hoe de wet verder aangepast zal worden, zodanig dat toepassing er geen belemmeringen zijn in de toepassing van de wet. Meneer Boudou, de wet wordt herzien. Zal de burger van Suriname nog rij- en voertuigenbelasting moeten betalen? Dat kan ik op dit moment niet zeggen. Wij gaan dus juist kijken wat de effecten zijn van de oorspronkelijke wet en waar er gekeken moet, of althans waar er bepaalde exercities gepleegd moeten worden om die wet zodanig toepasbaar te maken. Het is aan de staat, het is aan de overheid om te bepalen of die wet inderdaad wordt toegepast of niet. Wat de commissie gaat doen is kijken naar de verschillende erupties, kijken naar de verschillende tekorten, die gaten die de wet had, maar ook die slechte maatschappelijke impact die deze wet heeft gehad sinds de wet is afgekondigd en sinds november 2018 deze wet eigenlijk in gebruik is genomen, van toepassing is verklaard.